Jeffrey, jong. Hey. Hey, goedemorgen, man. Goedemorgen. Ja, mensen, we zijn ergens beland vandaag. Zeer impulsief. De mensen kennen mij zo. De meeste toch. Gisteravond hebben we beslist, allee, ik toch, en Jeffrey zei van ik ga mee, ja, om naar hier te komen. Er is hier namelijk nog een attractie die nieuw is, die vorig jaar geopend is, dat ik nog niet gedaan heb. En die heet Fly. Maar om in de stemming te komen, gaan we eerst naar dit prachtig gebied gaan. We gaan naar het gebied van de Taron. We gaan op de Taron, en we gaan gewoon op de Taron. Het is geestig. Ik kan de tijd niet meer zeggen wanneer ik hier nog geweest ben, maar de laatste keer dat ik hier geweest ben met Wintertroom, dat is al enkele jaren geleden. En toen was het aan het sneeuwen. Een verhaal apart, dat was maar Mike dat hier was. En jullie kennen Mike, hij doet af en toe wel een scherrechter in Bobby Aland, elke keer opnieuw. Hij gaat ook naar Plopsaland. Daar heeft hij ook opdrachten en dan heeft hij nog enkele losse opdrachten. Dus wel fijn. En ja, het was toen aan het sneeuwen en de volgende dag, dat was een heel ander verhaal. Ik kwam toen op het werk de volgende dag en ik zei van hey, ik heb gisteren naar Fantasialand geweest, niemand geloofde mij, maar het was wel zo. En vandaag is het een verhaaltje zonder sneeuw, maar we gaan gewoon een gezellige dag beleven. Jeffrey is erbij, ja, ja, onverwacht, hè? Ja, helemaal niet. Last minute beslissing. Ja, he. Ik had een berichtje gestuurd. Ik ga naar Fantasialand. Norm, die zei ik wil mee. Ja, ik wil mee. Ik wil mee. Ik had inderdaad. Ja, het was gisteravond om 5 uur beslist. Dus. Last minute. We gaan niet aan ons hert laten komen. We gaan het daar ook doen. En daarna gaan we dan bij. Jeffrey, hebben we er zin in, jong? Ja, hij heeft er wel zin in, dat we zin in het. Hij zag je zin in het. En dat is ook waar. Topbaan, hè? Fantastisch. Dat is hier al zo toekomen, dat is zo van wauw, was hij me weer beland. Ja. Ook al kennen we het, hè? Dat is zoiets van ja. Wauw, fantastisch. Top, hè? Hier zijn je motstouden hier, in een muur. Ja. Zo fantastisch, gewoon weer in Fantasialand te zijn. Ja. Ik hoop dat Chiapas nog open gaat vandaag. Het staat opgesloten. Weet mensen, normaal is hij open in de winter. Maar ja, vandaag dus blijkbaar niet. We hebben een andere attractie dat we willen doen of kunnen doen. Parkloos 20 uur. Chiapas is gesloten. Ja, dat is jammer. Ik had er graag op geweest vandaag. Maar ik zag op een video dat hij vorige week donderdag open was. Wie weet. Ja. We gaan een andere attractie doen. Waarvoor komen we vandaag? Dat is Fly. Ja, uiteraard. Fly. En andere dingen als
ook. Maar we willen eerst op de tower om te beseffen dat we in Fantasialand zijn. Anders beseffen we het niet dat we hier zijn. Maar voor mij is het de eerste keer dat ik op fly ga gaan. Voor de dikke niet, hè. Ben je er al een keer op geweest, hè? Voor een jaar. Ook, ja, en dan nog. Ja, je hebt er al 2 keer op geweest dan. Ik was er een keer in het nieuwe hotel bij slapen in Rookburg. Het nieuwe hotel in Rookburg, ja, inderdaad, dat klopt. Ja, klopt, dat klopt. Lekker geslapen en dat was een leuke ervaring. Geen spoilers, hè? Nee, geen spoilers vertellen, nee, dat is voor straks, hè? Dus dat moet ik iets aan. Op het einde van de video, ongeveer, want ik van mijn mening over fly ga ik niet zomaar aan het begin van de video prijsgeven, hè? Dat had je nu toch wel verwacht. We gaan erop en gedurende de video ga je weten wat ik ervan vind. Maar de vraag is waar. Ik ga het niet vertellen aan jullie, helaas. Ja, dat is een show. Ja, ze hebben hier een heel hoop shows. Ja, dus vanavond is het mooi om 19.30. Alle jaren wieden. Want wel zien dat we eentje kunnen doen, ja of nee. We gaan naar fly, jong, we zijn weg. Ja. Mensen, we hebben een mega drukke dag uitgekozen om naar Fantasialand te gaan. Het is fantastisch. Fly staat op dit moment 5 minuten wachttijd. Ja. Ongelooflijk. Fantastisch, hè? Ongelooflijk. Ja. Zo zeggen we gaan erheen. We doen dat gewoon. Ja. We hebben hier een schaatsbaan in Fantasialand. Oh, lekker. Beetje curryworst. Nee, maar dat is zo lekker, hè, man. Dat is lekker, hè? Dat vreemd. Ja. Is er nog maar vreemd in Plopsaland, maar ja, wat? Ja, oh zalig, we gaan naar fly, dames en heren. Voor mij de eerste keer dat ik op fly ga. En ik heb al ervaring met het fly coasters, de B&M en Alton Tower, die heb ik al gedaan. Hoe noemde die weer? Obilius of Obilius, ja, zoiets. Geen idee hoe ik noemde, maar je weet wel. Die mislukte B&M, die daar staat in Alton Tower, dat heb ik al een keer gedaan en ik vond die eigenlijk niet zo wauw. Ik ben benieuwd wat ik er hiervan ga vinden. Wil je het weten? Ja, dan ga je moeten heel de video kijken. Helaas. Ik heb een kerstgevoel. Het is winterstroom, jongen. Ja, het is winterstroom. Welkom in Fantasialand. Dat is iets anders dan tegen wat aan de mensen, jongen. De kwaliteit ligt er toen een beetje veel hoger. Veel, hè? Het is geen een bro van de wereld. Echte sneeuw, zo. Echte sneeuw, uiteraard. Gezellig, we gaan naar Rockburg. Hé, hey, weet je wat je kunt doen met die echte sneeuw? 1, 2, 3. Gaat je niet aan doen, jong. Mensen, ik heb mijn dessert al gevonden, hè? Echt ongelooflijk. Ja, maar van hier zo dadelijk een keer komen taart eten. Maar nu gaan we naar Rockburg. We gaan naar de fabriek. Ik ben niet zot van fabriek, Thomas. Maar goed, als we die gang doorlopen, dan zijn we in Rockburg. Ga je mee? Ja, ik ga mijn handen voor. We zijn op stap, weet Jeffrey. Ja, wacht hé. Je bent hier aan mijn beeld aan het verpesten. Aan het verpesten. Je bent me aan het pesten, jong. Toen we denken aan het treinstation. Ja? Ja, zo binnenkomt. Zo'n metro-treinstation. Dat is de bedoeling. Dat is eigenlijk wel zot hé. In Fantasialand kun je allemaal zulke dingen zetten. In andere parken niet, en dat blijft staan. Nee, dat gaat niet kapot, dat doet niks. Hè. Mensen blijven daar gewoon van af. Verstaan dat niet, dat dat hier wel kan, en in andere landen niet. De Duitsers hebben ook al meer... Allee, moet je dat zeggen? Meer respect voor materialen en dergelijke. Alright, dames en heren, dat is Rookburg. De chocolawinkel. Lekker. Ja, het is
toch iets heel anders dan de Taron, hè, dat hè? Het ziet er lekker goedkoper uit. Dat lijkt zo, maar ja, ik denk dat ja, het is natuurlijk ook wel een fabriek, hè. In Rusland hebben wel een schoon geluid, hè. Heel mooi geluid. Ja. Dat lijkt als een knikkerbaan die aan het passeren is. Ja. Donker is het er wel beter. Donker. Wel, dus dat heb je wil doen. Ik wil hem doen in het donker, ja. Ik wil hem doen in het licht. Ja. Nu is het licht, vanavond is het donker. Maar het staat alles zo verlicht hier. Ja, twee vrienden in één klap. Ik denk wel dat het licht is dat nog schoner is. Is dat? Ja, het liefst van al. Ja, die had hier al geweest, ik nog niet. Ja. Goed. Want de flyer. Maar ja, dat bedoel ik. We zouden soms klagen van Plopsa-teaming, maar Fantasialand kan er precies ook wel iets van wegnemen. Gelijk dat hier, dat zie je ook in de Ride to Happiness, dat thema. Allee, dat gebied. Verstaat? Ja, ik snap wat je wil zeggen. Het is een beetje cheap. Ja, daarom zeg ik dat het een beetje goedkoop eruit ziet. Ja, goedkoop, hé. Ja, het is fabriek, hè. Fabriek is goedkoop, hè. Dat is niet schoon, hè. Dat is maar een loods, hè. Maar ik vind het net zo goed. Maar dat is hier wel chic gedaan. Wat is dat? Is dat een hotel of zo? Met die ballonnen en zo, dat is wel chic gedaan. Ik heb een fantastische tip. Kom je naar Rookburg, zorg dat je niet valt en bent heel voorzichtig, want het is hier echt glad. Een mens voor mij, daar, die was bijna gevallen daarnet. Dus dat is de gouden raad van de Jordi. Val niet, niet aan de raam. Sandwiches, chicken en crafts. Ja, Jeffrey zegt we gaan dat hier eten, dus gaan we dat eten. Ik heb mosterd. Dat kan voor vroeg eten. Dan kan ook die kip proberen. Ga je de kip proberen? Oké. Okay. Ben Jeffrey, jong. Net hier iets gekocht en ik ook. Ah, ja. En die zegt van dat is hut van hut. Ja. En dat is hier. Hoe noem het ook? En dan zit het kraampje aan de uitgang van Fly. En we hebben de chicken genomen. En dat ziet er zo uit. En dat ziet er fantastisch lekker uit, hè. Dat is lijkt een Nerla sandwich. Ik ben content. Zo lekker, man. Ja. Met Fly boven zijn hoofd. Ongelooflijk. We zijn al redelijk bekomen. We gaan een hapje eten. En Jeffrey is aan het genieten van zijn broodje. Ik ga ook een keer proeven. Dat is de Urla sandwich in tijd. Dat is echt niet normaal. De Fantasia, is het niet normaal? Niet normaal. Maar als je het ook niet lekker vindt, dan is je mes. Dat is lekker.
apart, maar... Het is een beetje lekker... Lekker, ja. Century, ja, maar het is toch totaal anders dan hier dan Sandy's. Het is een apart smaakje. Het is lekker. Het valt er wel allemaal uit, maar wat is wel lekker. Jeffrey, man, we gaan hier op de meest gethematiseerde attractie van dit soort. En mijn ook favoriet, toch wel ook wel, Mouse of Chocolat, hè? De Mouse of Chocolat. Ja, we gaan deze beschieten. Ja, en ik ga er een keer wat zeggen, mensen. Je hebt Toy Story Mania, maar deze attractie is 1000 keer beter. Het is perfect gethematiseerd, het is echt fantastisch. Maar helaas mogen wij Fantasialand niet onderuit filmen. Maar het begint al bij de wachtrij en de wachtrij is al beter gethematiseerd dan Toy Story Mania in Disney World. Ik vind het fantastisch. Jeffrey, jongen, onderin. Gaan we met de slagboom schieten? Slagboom, met de slagroom. Kan je ook het zeggen? Je weet dat ik een heel stumbang ben, hè? Ja. Ik wil ook het zeggen als ik ben. Tuurlijk. Dat is de bedoeling. Er zitten ook geureffecten in. Heel vroeger, in het begin dat dat hier open was, dat weet ik nog. Ik denk dat dat nog altijd zo is, dat je buiten kwam, hadden een ijssalon. En dan hadden ze spontaan zin in ijsjes en ze verkochten daar ook taartjes. Dat was een verkoopstruc. En als je goed ruikt, ruik je nu ook de zoete geur van chocolade en taart. Heerlijk. Nee, maar echt waar, Jeffrey. Die attractie hier is fantastisch gethematiseerd. Dat je naar Disney World gaat en je hebt die gedaan, dat is een grote teleurstelling. Hey, je hebt tips voor mij, ik heb een tips voor jou. Maar ik ben wel in Fantasialand. Dat je ofwel hier gaan, maar je hebt nog een betere plek, dat is aan Chiapas. Yeah. Want Chiapas is helaas voor de rest van de dag gesloten. De rest van de dag gesloten. Yeah. Het is kapot. Maar goed, Playa is open. Maar we kunnen hier klein kopen. Eentjes, 2 bollen voor €2,60. 1 bol is €1,60. Nee, en ze zijn echt mega lekker, die eentjes, moet je krijgen. Om een crème heen? Of kom je aan eten in de tweede keer met een taart van eten? Eens en taart, een beetje overdreven nu vandaag. Ja, vanavond lekker boze. Maar ja, voor dat geld, dat is fantastisch gewoon. Wat zijn er salatjes en zo? Kerstmuts? Ja, die kerstmuts. Ongelooflijk. Ik kijk al King, zegt een Jeffrey.
Ja, ja. Mooie mutsen. Ja, ja. En als we die niet geloven, gaan we een ander mismaken. Hè? Zeg, waar is die speciale poort als ze gezet hebben volgens jou? Ah, een beetje verder. Ik had het getoond toen aan je. Oh, een broodje met zalm, dat is zo lekker, jong. Wat een king, kom. Oh ja, dat is zo lekker. Ik woon er ook naartoe zo, ik. Ja. Ja, man. Jeffrey, we gaan een attractie doen dat jij nog niet gedaan hebt, hè? Niet met de bril. Nee. Hopelijk is het met de bril, want ik ken het tijdens corona. De attractie dat we nu gaan doen, dat was vroeger de beste dark ride ever. Nee. Ah, jawel, wat is een dark ride? Een rit in het donker. Ah, ja. En wat deed dat? Ja, dat was wel, ja, dat was wel. Dat was een rit in het donker. En daar een filmpje van gemaakt. Dat was een groot succes. Dat was de Temple of the Nighthawk, noemde dat. Nu is dat de Crazy Bats. En Vincent was hier in Fantasialand lang, lang geleden. Toen was daarom net open. Ik zeg tegen hem, zeg, ze hebben hier een fantastische dark ride staan. Maar echt, je had dat nog nooit gezien hebben. Ongelooflijk. Zoiets, dat heb je nog nergens gezien, zoiets. En wat was dat? Dat was gewoon in een Crazy Bats coaster, maar dat was er toen nog niet. Dat was mooi. Met bootjes, hè? Ja, en je mocht nog 100 uitfilmen van bepaalde medewerkers. Dat was fantastisch. Nee, niet met bootjes, hè? Dat was hier die Crazy Bats, hè? Maar dat is toe, hè? Ah. Ik zeg het tegen hem, dat is nu een keer de fantastische dark ride van Fantasialand. Beter dan dat bestaat er gewoon nog niet. Ik had hem eigenlijk beetgenomen, maar goed, het is niet gelogen, het was een dark ride. Voor de fans van Hollywood Tour, die hebben pech. Want die attractie is verdwenen al in eentje. Dat is jammer. Maar volgens Jeffrey hebben ze hier ergens een poort gezet. Zijn die ergens gefabriceerd? Zijn die weer aan het prutsen? Ja, ze zitten prutsen, joh. Ja. Dat zijn daar zitten prutsen. Van dat glazen kot. Ja. Dat hebben ze gedaan en daar hebben ze een nieuwe poort gezet, maar... Kom er nog bij. Daar staat er een nieuwe poort. Maar het is wel geweten dat ze van plan zijn om dat gebouw hier af te breken, dus ja. Allee, ze zijn dat toch van plan, dus... Maar goed, we gaan een VR-attractie doen. Gaan we op de Crazy Bats, jong? Absoluut. Ik vind hem leuk, de Crazy Bats. Heb jij dat nog niet gedaan, hè? Zonder bril is verschrikkelijk. Met bril is die zalig. Okay. Ja, normaal gesproken ben ik niet zo voor VR-attracties, maar deze vind ik goed. Ik vind die tekeningen, die veermuizen, dat vind ik wel fantastisch eigenlijk. Dat hadden niet, omdat dat goed overkomt op de bril. Ik denk dat dat Mac is, die dat gemaakt heeft. Ja. Mac-mania of zoiets, maar het staat er niet op. Is dat beneden met zonder bril en boven met? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar ik ben nu al niet op de wet. Ik ook niet. Ja, we gaan er gewoon in. Gezellig. Nu gaan we naar de Ice State van heel vroeger. Dat komt goed uit, want het is zo koud buiten. Ja. De muziek is wel lang. En mochten ze het veranderen naar Star Wars, moeten ze er niet veel aan doen. Gewoon de plakaten veranderen. En dan is Star Wars. En als er een nieuwe film uitkomt van Star Wars, dan is Star Wars in het ijs. Ja. En wat vond je van de Crazy Bats? Heel goed. Verrassend goed. Verrassend, ja. Ja, ja, ja. En de volledige ritbeleving, dat je naar daar gaat, naar links of naar rechts, klopt eigenlijk wel. Dat is waar. En ook heel, je zit op een gegeven moment op ijs of op een baan zo. Ja. Leuk, hè. Tof, ik heb veel gelachen eigenlijk. Vooral veel gelachen. Ja, het zijn wel leuke effectjes in. Maar dat is ook zo mijn ervaring met VR, ofwel valt dat dicht tegen, ofwel valt dat gewoon mee. En ja, ik ga zo een keer op de Fly. Hey, je hebt zo'n Flycoaster, maar dat was in Alton Towers, heb je daar een zo'n VR-versie van. Dat was voor geen meter juist. Die baan ging naar links, de VR ging naar rechts en omgekeerd. Dat was heel misselijk, hè? Maar ongelooflijk. Ja. En dat was de eerste keer dat ik erop ging, direct VR. Oh man, ongelooflijk, ongelooflijk. Niet normaal. En ze weer er dan nog een keer op, maar jong.
Het was geschift. Het was een beetje gelijk Fly, maar Fly hier is 1000 keer beter, echt waar. Goed, waar gaan we nu heen? Ninja. Ninja Fair Force. Oké, is goed, we gaan naartoe. Dat is hier in Nachtgebo, we gaan erin, let's go. Dat is? Ja, dat is hier in Nachtgebo, jong. Ja, we gaan erin, let's go. Dat is een eentje alleen, hè? Ja, ja, het absoluut. Lang, lang, lang geleden. Favoriete attractie van alle winterparken die zo fantastisch is toch geopend. Ik dacht dat die voor de hele dag gesloten ging zijn, maar je kunt hier een Jordieke doen als je dat wilt. We hebben dat toevallig een beeld van vorig jaar. Nog 2 dagen. Ja. En toen was het gebeurd. Ja, dat is waar, ja. 3 december 2021. Ik was daarbij. U was daarbij, dat klopt. Maar ze kunnen ook schaatsen. Ja. Mensen die me willen nadoen, in Fantasialand kan het. Als ik het heb, heerlijk. Op de schaatsbaan? Nee, ik niet. Maar ook niet meer schaatsen. Oh, maar ze hebben hier zoveel lekkere dingen, hé. Veel te veel. Ik heb honger. Ik heb zin in alles. Ik heb zin in worst, ik heb zin in pannenkoeken, ik heb zin in taart, ik heb zin in ijs, ik heb overal zin in. Zo lekker. Ingang. Ja, ik zei ik ga een worstje gaan eten, maar dat is veranderd. Dat horecapunt is weg. Ik was ervan overtuigd dat er hier een horecapunt was. Wat gaan we toch journey? Ja. Ik heb goed nieuws, daar hebben ze ook worstjes. Dan gaan we naar zo'n krampje worstjes gaan eten, hè? Je pannenkoek met Nutella. Niet met Nutella. Oh, en van boven is ze zo van die churros, maar het is hier allemaal zo lekker, jong. Waarom is dat zo, man? Jawel, ik heb ze al gezien op internet. Verrukkelijk, jong. Die gaan een worst gaan eten. Heerlijk, lekkere worst. Het is een worst, lekker, man. Ah, man, Jeffrey, wat eten Duits man in Duitsland? Currywurst. Tuurlijk. Currywurst. Normaal met frieten, maar het is met brotten. Lekker toch? En met je broer, met brotten. Met de broer, brotten. Brother. Dat is de klassieker, hè? Dat je naar Duitsland komt, dat is de menu, hè? Heerlijk. Oh, en dan gaan we sneukelen, hè? Man, ja, man. Lekker. En ze roepen hier af dat je naar de show kunt gaan. We gaan dat doen. Oh man. Dat je in Duitsland zit, moet je dat eten. En ja, nu gaan we naar de Winter Garden Show. Ah, dank je. Mai. Je kunt hier de gazette lezen, dat je dat wilt. In de Rockburg gazette. Dat is wel leuk. Adult 16, Nens. Mooi. Leuk. Jeffrey wil een tartje eten, zeg je. Ja, maar ja, veel keuze, hè. Hey, maar dat ziet er ongelooflijk goed uit, hè. Wat kost dat? Veel geld, wel. Ja. Oh, ja, 4,5. Ja. Dat zijn de prijzen. Yeah.
Jeffrey zegt, we gaan een taartje eten achter de show. Ja. En als je goede taart wilt eten, dan moet je zijn in de... Ja, ik weet niet wat het noemt. En dat noemt, weet ik niet, maar het bevindt zich naast... De taartwinkel van vroeger. Ja. Het zijn net mega veel, maar ja, ik ben zot van chocolade en ik vind dat ik chocolade mag eten. Moeten, mag eten. Moeten, ja. Ja, moeten, er moet niets. Jeffrey, smakelijk, Jan. Wow. Ah, met een goed potje koffie natuurlijk. Goed, dat is de prijs dat we betaald hebben. Ja. Ik weet niet dat dat veel is. 8,90. Ik denk dat dat meevalt. Taartje in de bakkerij kost ook rap 4 euro, dus dat ja. Is dat dat fijne patisserie is. Ik weet niet. Je ziet dat, hè. Is dat hier vers gemaakt? Waarschijnlijk wel. Nee. En er is nog een bloemetje voor je, speciaal voor Jeffrey. En wat zit erin bij jou? Witte moes, nootjes, die klukken maar heen. En ja, van alles en nog wat. Mm. En koek. Mm. Allee, smakelijk. Lekker. Nog een keer proeven, hè? Zijn er wat meer nappeltjes in? Dit? Mm-hmm. Ja, lekker. Mooi, mooi. Goed, appeltjes. Ja, smakelijk. Jeffrey. Ik ga nog een keer proeven van het mijne. De eerste smaakt nog netjes. Ja. Wat normaal is. Okay. Ja, dat heeft een fijn smaakje. Ja, ja. Ik vind het wel lekker. Het is fijn van smaak. En niet al zo dat het overheersend is. Misschien ja? Gewoon dat we wensen met de bakker of zo. Het is echt allemaal zeer fijn, hè? Ja, het... Maar... Ja. Ja. Lekker wel. Goed? Chans. Dat is lekker. Ben content. Ja man, fantastisch man. Een gebied van hier. Maar het is wel fijn, maar verbeterd. Hè. Het is zacht van smaak. Het is niet overheersend. Het is niet te zoet. Ja. Maar het is ook niet te flats. Ja. Het is eigenlijk het ene wat je mag verwachten van in een pretpark. Ja, klopt. Ja. We gaan dat opeten, hè. Lekker. Allee, enjoy, hè. Merci wel, man. Lekker. Ja, mam en Jeffrey. Ja, we hebben taart gegeten. Ja. Een beetje veel taart. Ja. Ongelooflijk. Maar wel lekkere taart. We zijn zo aan het twijfelen, zou dat hier ter plaatse gemaakt worden of zou het industriële bucht zijn, lijkt dat met zijn. Bucht is niet het juiste woord. Het is lekkere bucht. Ja. Ja, lekkere bucht. Sowieso iets tussen voor elk wat wils. Maar goed, we gaan een achtbaan doen. Maar de dag gaat zo snel voorbij. He. We zijn hier eigenlijk, maar ja, dat is eigenlijk ook weer heel waar. He. Het park was maar open om 11 uur. In de winter zijn ze open om 11 uur. En wanneer dat geen winter is, in de zomer dus, dan zijn ze open om 9 uur. Dat is een groot verschil, maar meestal zijn ze dan open van 9 uur tot 8 uur. Ja. Als ik dan kom in de zomer is dat zo. Nu in de winter, ja, hebben we een beetje pech. Ja, ook een beetje chance. Want het is van 11 tot 8. Het zijn 7 uurtjes, dat is ideaal, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. T11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, wat zeg ik? Dat zijn 9 uurtjes. 9 uurtjes, ik zei 7, nee, dat is 9 uur. Dus het park is dan 9 uur geopend. Ja, heerlijk. Ja, maar het is eigenlijk al bijna 4 uur. We hebben nog maar 4 uur. Het belangrijkste is dat je dit kunt doen. Dat is waar. En gemiddeld doen we 1 attractie op een half uur. Dus we kunnen er nog 8 doen. En dat we pech hebben, kunnen we er nog... Hoeveel kunnen we er nog doen dat we pech hebben? 4. Goed, we gaan naar de Jackson Ride. Gezellig. Je zou dan een keer zeggen van we gaan een keer een pitje winter op Chiapas. Vergeet het maar, Chiapas is
dicht gesloten, jammer genoeg. Dus ja, ik moet nog een keer terugkeren, nee, natuurlijk. Maar de fly was open en uiteraard de Tauron is ook open, dat is fijn. Ja, dat wist me al dat het gesloten was, hé. Dat zijn de wachttijden vandaag en eigenlijk wel een goed moment gekozen, hé. Fly is 10 minuten, Savannah, Evo Fly. Ja, wow. 10 minuten. Het is wel niet de leukste attractie die er is, ik heb liever Tauron. We kunnen dat nog een keer doen, hè? We gaan hem nog een keer doen. Sowieso in het donker, sowieso. We komen hier heel in de stemming, hè. Oh, wauw, we gaan weer naar China. It's China Day. Is het eerst de dark ride of eerst de trein? Nee, eerst de rutschbaan en dan de dark ride. We gaan hier nog in deze fantastische dark ride gaan. Hey, dat is een echt toppertje van het park. Hey. Een zo'n goede dark ride. Dat staat echt nergens. Hey. Zo'n goede dark ride. Echt waar, Jeffrey. Dat is fantastisch. Ja, dat is de beste dark ride van heel Fantasialand. De beste. Dat is waar. Het gewoon met Plopsaland. Terug in dingen. Weet je hoeveel ik het heb? Die nog verdwijnen, dat is Murphy. Ja, dat was niet open gisteren. Misschien zijn ze als Murphy nog toevoegen. En voor de Chinese fans, gezellig, hè? Winter Magic in Fantasialand. Het kan ook. Net zoals in Plopsaland hebben ze dat hier ook. Met het enige verschil is dat het precies toch wel wat beter onderhouden is. Maar nog een keer op de rutschbaan, want dat spel rammelt. En vertel ik dat mijn Plopsaland zit. Dat rammelt zit mijn Plopsaland, hè. Ja, fantastisch. We weten dat al, hè. Ik vind dat fantastisch. Hoe meer dat rammelt, hoe liever dat we het hebben. En dan langer het, hè. Langer het ook, hè. Ja, dat is waar. Hey, maar zegt op het Japans die gesloten is. Nee, ik hoor niet. Ze zijn te vol voor de moment. We moeten nog op al die rutschbaan. Zijn we weer terug van het kut spelen? Ja, oké, okay, ik heb het zo gevallen. Och ja, dat valt. Goed, we gaan verder. We gaan nog een keer op de rutschbaan. Gezellig. Het is ook altijd een beetje zoeken naar de ingang van die attractie. En voor de meeste mensen denken dat de ingang naast de entree is van de attractie zelf. Ja. En naast het station. Maar dat is hier het geval niet. Je moet hier eigenlijk helemaal rondlopen. En dan hier zo naar van achteren gaan. En dan heb je hier een bordje... Colorado Adventure, ingang. Maar dat is een heel klein beetje misleidend, want de mens gaat ervan uit dat de ingang van een attractie, ja, dichter bij een attractie is. Ja, hier is het een beetje... We zijn het ook zo gewend. We zijn het zo gewoon, ja, inderdaad. Ja. Dus hier is het een beetje anders, ja. Maar je zit in Duitsland. Ja. En daar heb je het hotel van Fantasialand. Ze hebben hier namelijk, hoeveel hotels hebben ze nu? Drie, hè? Ja, drie hotels. Ja, een Chinees, een Black Mamba hotel en dan nog het nieuwe Bayfly. Dat zijn drie hotels als hem. Mensen, er is wel één iets dat je moet onthouden. Als je een hotel boekt van Fantasialand, is er maar één hotel waar je tickets inbegrepen zijn. En dat is het hotel van Fly. Want in dit hotel en in Black Mamba hotel zijn tickets niet inbegrepen. En dat is omdat de hotels buiten het park staan. En het hotel van Fly... Die staat in het park, dus ze kunnen niet anders dan uw tickets inbegrepen maken. Allee, snapte? Goed, uw tickets zijn daar inbegrepen. Je moet geen aparte tickets meer kopen. Boek je deze daar, achter de boompjes, boek je het Chinees of Black Mamba Hotel, heb je geen tickets. Goed onthouden. De wijze les van Jordi.
En ik vind het wel een keer een goed idee om straks een keertje te vertellen wat ik vond van mijn eerste rit op Fly. Straks. En in donker. Ja, maar straks. Ah. Ja, straks. Binnen enkele minuutjes. Dus mensen die doorspoelen hebben misschien wel pech. Zou niet doorspoelen een stuk van jullie zijn. Zou het niet doen. Goed, we gaan de Colorado Adventure in. We gaan op avontuur. Let's go! Dames en heren, het is tijd om in de topattractie te gaan van Fantasialand. Die Heiger kan het niet uitspringen. Ja, lap, het is hier donker. Dat is niet waar. We zijn weer van waar we begonnen zijn, we gaan ons rondje weer doen. Het verschil is dat een Jeffrey nog een keer op Black Mamba wil. Ik ga niet mee, want ik wil nog een keer op Fly. En ik weet dat Black Mamba een gevaarlijke is voor mij. En ik ben daar geen zo'n hele grote fan van Black Mamba. Ik heb liever Osiris. Maar goed, ik zei daarnet van de lichtjes zo'n aan mogen van mij. De lichtjes zijn aan, maar het is nog net niet donker genoeg voor te laten uitkomen. Maar we gaan op de Rijk, we zijn er nog niet op geweest. Gezellig. Maar jawel, maar vandaag niet. Ja. We zijn op de Fly geweest. Ongelooflijk. Dit is een heel normale kerel. Goed, wat is mijn mening van de Fly? Hier rij je de Fly. Ik ben eigenlijk een beetje bekomen van die afval. Nee, niet normaal. Snap ik? Ja. Maar ik vind hem wel beter dan die in Alton Towers. Ik vind hem leuker. Ik denk dat het best geweest is. Ja, we starten eigenlijk als einde en we eindigen als einde.
Het is iets vrij speciaals. Het is, ja, ik durf wel zeggen uniek. Ben ik er een grote fan van? Nee, ik ben er geen grote fan van. Wat vindt het systeem voor in te stappen en zo wel heel leuk. Ja. Je stapt in, je zit er recht in en die gaat schuin en dan, ja, dan gaat die verder en gaat die omhoog en dan op een gegeven moment gaat die kantelen en dan begin je met te vliegen. Het is wel leuk eigenlijk, het is een leuk instapsysteem. Wat wel, aangezien dat je ligt, is de focus vooral gericht op de box. Ja. En ik vind er zo mensen die probeert naar wat voor te kijken, maar dat gaat niet in die rotoir. Je moet dat niet proberen, dat gaat gewoon. Nee, nee, dat is niet goed voor je weg. Nee, dat is ook waar. Maar wat er wel een nadeel is, maar ja, ik denk dat dat een beetje aan mijn persoonlijk ligt. Dat hij zo aan het been is. Dat zo, je hebt zo just gegeten of ja, je hebt zoiets op je maag. Ja. Dat je dat gevoel naar boven komt. Dan was ik wel content op het einde dat hij erin recht kwam. Ja, dat klopt. Dus, ik vind je wel goed, maar je moet een redelijke sterke maag hebben. Het zou niet zijn voor Annelies. Alhoewel, ja, ze gaat wel op de right to happiness, dus ja. Misschien was het er ook op. Wat gaat er vanavond nog een op? Ja. We gaan nu een hapje niet. Ik denk dat we dat deugd gaan doen. Met een colaatje. Dat is ook wel. Ja, wat kwam er zo uit? Ik was aan het zweven. Ongelooflijk. Maar het is wel een hele leuke attractie. Ik heb me toch wel verwonderd. De attractie is beter dan dat ik hoor is, vind ik. Nee, maar ik vind het echt alles die thuis zien. Dus nee, ik echt van dat. Het is een ding. Ja, dat is wel leuk hier ook. En ook komt er af en toe. Want bepaalde dingen dat je zo rond doet, zit er wel goedkoop uit, vind ik. Ja, de bosjes. De bosjes, de attractie van het logo. Ja, het zo is dat allemaal iets gebeurd. Maar ja, andere dingen dat je zo rond en al. Het is zo een beetje een dubbeltje. Je hebt veel dingen die er goed uitzien en je hebt dan zo dingen dat je kijkt van alle jongens, kom aan. Ja, het is heerlijk afgewerkt daarom. Ja, in Japans. In Japans, dus wel hoe staat het net een beetje anders. Ja, goed. Ja. Maar ja, s'avonds komt dat. Maar echt zo, wauw. Wel, vanavond gaan we terugkeren. En dan, ja. Ja. Vanavond gaan we terugkeren. Ja, mensen gaan misschien al gezien hebben ondertussen. Vanavond. Want ja, ik weet niet wanneer ik dit stuk erin ga stoppen in de video natuurlijk. Alright. Jij wil een hapje nemen, hè? Ja. Ik ook. Ik ga cola nemen en een hapje. Ja, ik ga van eerst een keer tussen nemen dat er op de plaats staat. Ik ken mij. Ik ga eerlijk zijn mensen, jullie hebben nu gehoord wat ik vond van The Fly. Beste themagebied van Fantasialand blijft ik toch wel nog altijd Klugheim. En uiteraard ja, in de zomer meer dan Chiapas vinden. Maar Klugheim is echt voor mij persoonlijk het beste. Ik vind Rookburg wel goed gedaan, maar ik vind dit beter. Dat ligt me meer, maar ja, ik heb het ook zo meer voor... Ja, sprookjesachtige, ridderdingen, oude dingen. Dat vind ik wel leuker eigenlijk. Maar goed. Voilà. We gaan zo dadelijk Fly nog een keer doen in het donker. Dus gezellig. Want het vertelde aan jullie dat ik het ergens in de video ging zeggen. Het is donker wat ik vond van Fly. En bij deze is het gebeurd. Attractie doen, hè, jong. Voor de tweede keer. Absoluut voor de tweede keer. Wij gaan op de Taron. Het is heel druk vandaag, maar we hebben echt een drukke dag. We hebben tijd tekort. En de avond valt. Het is zo zalig. Het wordt fantastisch. Deze ochtend was er een doordenkertje bij Q Music van Maarten en Dorothee. Als je geen tijd hebt, heb je ook geen haast. Allee, het was iets anders als ze zei. Allee, het was een beetje anders als het zei. Het was zo van, wanneer je geen tijd hebt, heb je ook geen haast. En dat is een doordenkertje. En eigenlijk is dat ook wel waar. Want
weet, Annelies, ze heeft geen tijd, maar ze heeft ook geen haast. En vandaag hebben wij eigenlijk ook geen tijd en we hebben ook geen haast. Dus het is eigenlijk wel waar. Het doordenkertje vandaag klopte. Want ja, we willen veel doen, maar eigenlijk hebben we daar geen tijd voor om veel te doen. Dus we hebben uiteindelijk ook geen haast. Het klopt. We gaan op de Taron, dat weet ik. Ik en Jeffrey en nog andere mensen gaan mee op de Taron. Oh, en ik vind het hier fantastisch. Mannetjes. Jeffrey, het is fantastisch. Ja, prachtig. Dat is waar. Ja, ik heb mijn avondcamera boven gehaald. Het is daarom. De lichtjes zijn fantastisch. Daarom. Het is een topattractie. Oh, absoluut. We hebben er vandaag 6 keer op geweest. We hebben er 4 keer achtereen kunnen op zijn. Nee, 5 keer. Wacht eens even. Ja, 5 keer. En 4 keer achtereen. 1 keer nog in de tour gedaan. We hebben er 6 keer op geweest, denk ik. Maar goed, we hebben een deal gesloten. Ja. Aangezien dat ik mijn laatste attractie, of misschien een van de laatste, want het kan zijn dat ik straks nog een keer op Taron ga, u weet. Maar ik ga naar Fly. Ja. En ik ben benieuwd wat hij is in het donker. En we hebben een deal gesloten. Jeffrey wilde ook nog op Black Mamba. Aangezien dat hij daar rijst wil eten, heb ik zoiets van... Waarom laten we niet eerst naar Fly gaan? Dan hebben we die zeker al gedaan, want dan komen we Fly dan in het donker. En ik vind dat ook leuk, hè? Ja. En dan kunnen we naar Black Mamba gaan. Ja. Ik ga niet mee. En dan had de Jeffrey daar op Black Mamba. En dan achteraf kunnen we rijst eten, want Jeffrey wil rijst eten. En daarom had ik zoiets van, ja, laat ons dan gewoon Fly doen. Ja. Dan terugkeren naar Black Mamba en daar blijven, want anders gingen we Black Mamba doen. En terug gaan naar Fly, naar Rookburg. Ja. En dan terug naar Black Mamba. Ja, dan zijn we wel veel tijd kwijt. We mogen één ding niet doen verliezen, Jody. Dat is de tijd. Maar het is om 19:30 een belangrijke dingetje. Oh my god. Maar nee, 19:30 niet. Hè. Dat is het vuurshow hier. Hè. Ah, weet dat is. Ja, pas is er vuurshow. Ja. Maar er is hier ook nog iets te doen. Ah, ja. Ja. We moeten kiezen dan nu. Er is normaal nog een eindshow. Ja. Maar ja, de vraag is waar. Goed, mensen, wat ik zo dadelijk ga tonen aan jullie, gaan jullie nog nooit gezien hebben in een of andere video. Misschien lang, lang geleden, ooit al een keer. Maar, ja. Eén woord, maar. Er zijn veel lichtjes aan te pas. Kijk, je ziet het al een beetje. Winter Magic in een park dat we heel dicht, in een park dat we heel goed kennen, kan er niet aan tippen. Kan er zeker niet aan tippen. Als je praat van Winter Magic, dan noem ik dit hier wel Winter Magic. Ze kunnen er nog iets van leren. En LED-verlichting, dat kost wel een beetje, maar dat verbruikt niet veel. Kleine tip. Goed. We gaan jullie niet langer in spanning houden. We gaan in 3, 2, 1, let's go. Surprise! Vuurwerk! Ik zie overal lichtjes. Ik ben ik jullie.
als we denken, oké, we zien dat daar Bowie. Ja, we zijn dat niet gewend, nee, dat we zoveel lichtjes zien. Dat is een keer Champions League. Komt uit dat maar een keer. Maar die zijn ook niet dat ik daar maar... Wil ik een stekje? Heel mooi, echt prachtig. Ja, het is een Christmas tree. Het is wel een rare kerstboom, maar goed, het is wel een speciale. Het is een moderne. Ja, het zit daar niet veel. Het is een moderne kerstboom, allemaal bonen op elkaar. Man, nice. Minuutje wachten, Jeffrey, want ik wil niet eerst de eerste ontdekking in het donker beleven. In Fantasialand zijn honden toegelaten, dus schrik er niet van dat je komt dat je elf aan toe elke keer een hondje ziet. In donker is het veel schonder. Ja, ja, gelijk dit. In het donker is veel mooier. Ik wil namelijk het doen in het donker. De dag is niet zo mooi, vind ik. Nee, maar nu wel. Ja? Het leven. Alles. Ja, inderdaad. Ja. We zijn eigenlijk nu wel een keer curieus voor hem in het donker te doen. Ja. Het is 10 minuutjes wachten voor Fly. Dus, we gaan dat doen, hé. We zijn weg. Zo zei Jeffrey, let's go. Yes, yes, yes. Alright, mensen. Jullie hebben al ontdekt wat ik vond van de rit tijdens de dag. Nu is het avond. En dat stond op het programma om het toch minstens 2 keer gedaan te hebben. En we gaan hem 2 keer doen.
Ik ben curieus. Misschien vind ik hem leuker in het donker dan tijdens de dag. Vermoed van wel. Het thema deel is alleszins al beter in het donker dan tijdens de dag. Maar die wachtrij, dat is ontzettend, ontzettend lang. Trappen en trappen, zoals we gewend zijn van Fantasialand. Maar uw conditie komt hier wel op pil. We mogen wel nog een keer een taartje gaan eten. Maar, net zoals deze morgen, opletten, want we kunnen hier enorm, enorm veel vallen. De wachtrij is echt gigantisch. Niet normaal. Maar wel mooie uitzichten naar Jert. Alright. We zijn ermee weg. Ja, fantastisch. Veel uitzicht hier. En eigenlijk het enige wat hij continu doet, dat is continu rondwandelen. Maar dat is wel het mooiste stukje van Rookburg. Dit hier, dit uitzicht. Is het mooiste stukje. Jeffrey maakt een stapje door. Want als ik hem leuk vind, ga ik nog een keer. Maar ik wil eerst weten wat ik er weer uitkom. Dat ik er ga uitkomen like deze morgen, dan gaat het maar één keer worden. Maar goed. Dames en heren, ik presenteer jullie Rookburg in het donker. Ja, en de wachtrij gaat maar door. In de zomer zou ik hier echt niet willen wachten. Hè. Dan moet je warm zijn in de zomer. Oh, Jeffrey is er airco in de zomer, maar dat niet dat dat gaat helpen. Dat de zon hier op dat metaal zit, dat gaat hier gigantisch warm zijn. Dat kan niet anders. Het is wel warm, het is wel warm sowieso. Ja, hé. Ja, het was bakken en brand zeker in de wachtrij. Die blazen daar zo van. Ja. Maar we zijn inderdaad warm. Ja, en dat zonnetje op dat stukje hier zit, dat moet ongelooflijk zijn. Ongelooflijk. Geen aanrader in de zomer. Trappen, opgelet. Je kan vallen. Hier heb je een stukje achtbaan. Gezellig. Hier heb je nog meer trappen. Als het regent, heb je dikke pech. Dan is het nat en glad. Nog meer trappen. Zo zeg. Oh, dat is leuk. Had ik niet gezien vanmorgen. Ah, maar ketten. Wow. Right, we gaan verder. Mooi. En een stuk achtbaan die erin verwerkt is. Leuk. Trappen. Nog meer trappen. Dat is hier ook wel het mooiste. Wacht Jeffrey, ik ga voor. Dank je. Dat is niet erg. Maar hier komt het niet echt uit in het donker, denk ik. Misschien heb je geluk, misschien niet. Dan heb je hier ook nog iets leuks. Oké, we gaan naar de lounge. We gaan de lounge zien. Ongelooflijk, er zijn twee lounges in. Zalig. Oké, we gaan nog een keer verder trappen. Vooral veel trappen zijn er. Als je geluk hebt, komt er nu een treintje af. Want hier is de eerste lounge. Opgelet, trappen. Ongelooflijk veel trappen. Maar we hebben geen geluk. Er komt geen treintje aan. Dan heb je hier ook nog een mooi uitzicht. Ja? Leuk. Oh, ik denk dat er een treintje aankomt. Ja, er komt een treintje aan, mensen. Als het treintje lawaai maakt, dan komt er een treintje aan. Kijk, daar is hij. Voilà. Het treintje komt eraan, jongen.
En dat is daar de ingang. Ja, je moet echt veel rondlopen. Opgelet, trappen. Alright, dan waar zijn we nu beland? Nog meer trappen. Nu gaan we eindelijk naar de attractie zelf. Dat is wel mooi. Sleur. Nog meer trappen. Ongelooflijk hoeveel trappen dan er hier zijn, hè, Jeffrey? Nee. Ik denk tegen het einde van de dag, hè, dat we gewoon de Belfort en Brugge beklommen hebben. Dat kan niet anders. Pakken Sie die Armbanden an das grüne Lämpchen Ihres Schließfaches. Sobald das Lämpchen umleuchtet, ist Ihr Schließfach verschlossen. Dort ist Ihre Sache im sicheren Verwahr. Yep. Het is zo dat je hier in Fantasialand komt, wordt blij, dat je niks mag meedoen en je wordt gecheckt zoals in de luchthaven. Zo erg is het. Je moet nog net je ring en je schoenen. Ja, het is dezelfde security check bijna zoals in de luchthaven. Ongelooflijk. Maar goed, je moet erop doen, dat kan niet anders. Zou je eruit? Ja, man, dat is echt die man. Hoe voel je je, Jon? Beetje misselijk. Ja, ja, misselijk, een beetje, niet misselijk, maar zo wat ijzelijk. Een beetje afdansig. Ja, ja, dat is een, ja, je zit bij je zicht naar beneden. Ja. Ik ben ook een beetje afdansig en ik heb dan voor de oplossing cola. Cola, ja, zeker. Ja, we komen dan de Nelbaan. Ik heb hetzelfde gevoel als vanmorgen. Ja, ja, maar blijft wel, het is wel mooi, ik kun je niet ontkennen. Ja, maar dan niet tegen jou dan. Nee, nee, nee. Voor mij kan je goed. Maar ja, die rit mag geen seconde langer duren of zo moeten spelen. Ja, maar het zijn er waarschijnlijk wel die moeten spelen. Ja. En dan wachten ze zelf. Ja, en dan ligt het. Is het ook al zo bij jou? Kantje goed, ja, heerlijk wel. Ja, het is te lang, hè. Ja, ja. Die tweede loon is er te veel. Te veel, hè? Ja. Heerlijk wel, ja. Het is op zijn nuts, het is overdreven. Ik kan liever oplaaien. Nee, wat nee, wacht, nee, niet oplaaien. Waarom dat goed is? Daarom, met zij. Ik kan liever daarom. Zij kan liever vijf, dat is geen waar. Iemand te zien en alles is fantastisch. Dat niet aan zetten. Zal is hier nou? Ja, mensen kunnen van wel zijn. Jullie hebben misschien van af en toe van dat je bent. Anders is dat een beetje, ja, too much. Ja, ik ken too much. Er is niks veranderd is dat hier. Als je als afbandvriend kunt er al niet goed tegen. Ik ga heen. Kantje boord. Ja, dat is kantje boord. Het moet niet meer zijn. Dat had ook niet meer. Vanaf twee keer verder gaat, zijn we aan het kosten. Allee, zijn we best zo. Twee keer verder. Zo moet het best langer duren dan je zo moet kosten. Maar ja, goed. Dat waar. Naar de volgende. Ja, je wilt op dat mamba. Kan je dat nou doen? Kan je niet meer kosten? Maar wel nog 4 uur in de zeg ik. Ik doe niks meer van Roodsbond, ik ga hem bekomen. Dan ga ik chaten en nog een beetje genieten van de sfeer. Ik heb flight gedaan. Ja, ik weet niet dat ik er in de toekomst nog een keer aan opkwam. Maar s'avonds is het wel leuk gedaan. S'avonds is het wel zo. Dus ja. Thank you.
jullie dat dat niet aan ons ding is. Nee, het is niet ons ding. Maar voor alle mensen wat dat fantastisch. Voor alles aan je publiek, hè. Wie er zijn niet graag op talo kan, andere mensen vinden dat fantastisch, hè. Voilà, ja. Dus dat is ook zijn ding, hè. Ja, en dat wordt ook een beetje ouder. Ja, maar ja, oké. Elke dag en elk seconde worden we een beetje ouder. Maar ik vind s'avonds wel heel mooi verlicht. Tijdens de dag vind ik het niet zo mooi, maar s'avonds is het wel heel mooi. Ja, ik ga proberen Fantasialand voor de richting alleen al. Hè. Ja, hé? Maar dat is echt wel positief. Dit is dan nog een trein. Nee, echt waar, Fantasialand, Rookburg in de donker is wel zeer mooi. Tijdens de dag vind ik het niet mooi, maar s'avonds is het wel zeer mooi. En wat er leuk is, kan ik hier wat tonen voor jullie. Er zijn hier die lampetjes. Ach nee, dan ik ze filmen. Ja, dat rood bolletje dat je zo ziet. Dat is leuk. Dat zit in elk lampetje. Het is wel leuk, die lampjes. Er zijn wel kleine details zo, is wel fijn. Maar het mooiste themagebied van Fantasialand vind ik toch nog altijd Fruitheim en Antiapas. Ja? Ja. Ik vind dat hier een van de mindere, voor eerlijk gezegd. Ja, minder, ja. Ja, ik vind... Minder dan andere, ja, sowieso. Ja, maar het is zo plat. Zo, het zit geen diepte in. Het is zo plat gestart. Ja. Maar goed. We gaan naar Black Mamba, hè. Jeffrey wil door Black Mamba. Gezellig, Black Mamba. En daar loopt een Jeffrey, jong. We zijn weer back. De fabriek hebben we verlaten. Waarom ga je langs daar? Je kunt toch trapken op en zo naar daar? Ah, dat is het niet. Kijk. Allee, jong. Heb je nog nooit geweest in Fantasialand? Ja, je zou het niet zeggen. Ik ben een beetje gekomen, maar ik ben echt eerlijk zijn. En toen wil je hier nog op Black Mamba. Je had er heel last in, jong. Ja, ik ben er zeker van. Je had er heel last in. Ja? Joi. Gaan we gewoon een keer dat thema een beetje gelopen dan. Daar. Heb je dat een betere idee? Ja, je doet weer naar je geweld, hè. Je moet je zorgen dat je niet moet spugen in de auto. Ja, maar ja. Want dat is niet plezant dat je iemand mee hebt naar huis die moet spugen, omdat hij te veel op de rotsbaan geweest is. Ik snap het wel dat de zin er is om erop te gaan, maar we hebben toch wel een unieke ervaring gehad. We hebben fly gedaan in het licht en we hebben fly gedaan in het donker. En ja, het is niet mijn ding. Het is niet mijn ding. Goed, ze hebben hier een nieuwe walktour gemaakt en hier heb je de uitgang. Splinternieuw. Ja. Ja. Want ze er weer tussen gepropt hebben. Ongelooflijk, maar het is hun gelukt. Het is Fantasialand, hè. Hebben ze maar een klein padje, ze proppen het ertussen. En mijn hol. En mijn hol. Niet normaal. Hier, een foto voor je. Mobile, ja. Ja, mooi, hè. En Jeffrey wel erop, hè. Schijnt als een doening. Ja, ik heb wat te zeggen. Ik vind dat wel mooi gemaakt, eigenlijk. Met al die lichtjes wel fijn. Je bevindt zich in Afrika. Welkom in Afrika. Deze commentaar dat ik er hier bij de goede, ik vind dat altijd een goede attractie. Ja? Meteen ten onderuit. Ja? En de wachtrij moet op de een op het knop doen. Maar je zit in Afrika. Het is er allemaal kapot in Afrika. Dus het past in thema. Misschien hebben ze veel gedacht en er niet ziet, het is een eindje reed, als je weet. Ja, ze hebben toch een nieuwe walktour gemaakt, dus... Waar dat een ingang daarvan is, geen idee, maar... Klimamba, misschien is daar een ingang bij Klimamba. En dat is... Adventure Tail. Gaan we dat doen? Ja, natuurlijk. De cola was er. Ah, ja, stik hem in de rugzak of zo. Voilà.
Jeffrey is mijn cola-afzorger. Mijn cola-bewaarder. De Sprinter nieuw. Oh, maar ik wil wel de eerste gaan. Ja, thank you. Ongelooflijk, yay. Herkend worden van een medewerker, altijd fijn. Dat is hier splinternieuw, hé, mensen, en we vonden ingang niet, maar gelukkig heeft Jeffrey hem gevonden. Oei, 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 wat, ja. Het is echt op avontuur in Afrika. Ja. Kijk hoe cool. Ah, ja, wacht, hé. Ja, hier. Waar zegt hij, Jeffrey? Ja, 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 ja. Krokodil. Oei, oei. Wacht, hé, pas op, hé, klein trapje. Ik ga achterover vallen. Hé, hey, wel mooi, hé. Leuk gedecoreerd, wel. Hey. Ja. En wel, het is wel een keer leuk dat er wat interactief is, hé. Hey, dat is leuk. En ondertussen hoor je Black Mamba. Ja, ja, leuk, leuk. Ach, mooi zeg. Het is echt in Afrika. En juist nog eens een waterpot kort voor op ons hoofd te zetten, hè? Zo die eigenlijk wel schoon de shots kunnen maken. Hallo. Oh, 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 wacht, pas op, he. Heel gevaarlijk, wacht, hè. Het is een beetje stil naar beneden, ja, ja. Voilà. Ja, ja, absoluut. Oei, oei, en hier kun je in het water vallen. Ja, lap. Ik ga hier... een veilige stapje pakken. Ja, natuurlijk. Ga je verder? Of ga je nat gespoten worden? Nee, die mensen gaan erdoor. Dat is zo voor Annelissie, hè. We zeggen, wow, water! Yay, water! Ja, dat wel. Maar ja, je kunt vallen. Ja. Kan me niet doen. Ik ben een luie avonturier. Snel, let it, snel, let it, snel. Oei, dat is hier al kapot. Ja, maar ik ga... Ja, ik ben een luie avonturier vandaag. Ik sla veel dingen over. We gaan verder. Waar gaan we heen? We gaan de trapjes op naar boven. Ah nee, dat is niet voor ons. We moeten langs daar, jongen. Oei. Let it snow, let it snow, let it snow. Alright. Jongens, voor de kennekus. Ja, ik ben een leuke avonturier. Ik ga voor... Gewoon het gemakkelijke. Gemakkelijk? Ja, het gemakkelijke. Nee, dat gemakkelijk? Nee. Dat het gemakkelijk is. Dat is goed voor je beter, nee. Een shortcut doen. Oké. Ja. Goeie. Deze niet. Nee, dat is niet de makkelijke weg, geloof ik. En waar is de makkelijke weg? Ah ja, langs hier. Ja, kom maar, Jordi, hè. Ja? Ja, ja. Ah, het zit hier een slang. Ja. Ah! Oei, oei, oei. Ja, dat was precies niet de makkelijke weg. Gewoon een makkelijke weg kiezen, zeg ik. Alright, dat was het dus niet.
Oei, oei. Het is echt in Afrika dat we zitten, hè? Wauw. Waar zijn we nu beland? Nou, echt mooi gemaakt. Ja, was het er weer tussen gepropt en ongelooflijk. Ja, hier moet je de naap uithangen. Maar jawel. We gaan eerst een keer een rondje wandelen. Vooral het mooiste hier is. Dat is hier een stukje paal van de Black Mamba. Ja, een leiban. Maar was het er hier weer tussen gepropt en ongelooflijk? Het is weer op zijn Fantasialand, zie. Het is echt ongelooflijk. Oh ja, nee. Minder moet weer ogen. Hier een doolhof. Dat is wel een gemakkelijk doolhof. Kijk, ik heb hem er weer van door. Oh, leuk. Wel leuke details zo in de banken. Sorry. Ja, het kindje naar huis, dat weet ik. Ja, het babytje komt weer in huis, hè. Ja, we gaan nu voor de naap. We moeten naar boven. Hoi, en wat zijn we nu? Is er daar een glijbaan? Ah ja, ik weet waar we zijn. Op het einde. Oei, wat? Allee dan. Oei. We gaan ervoor zeker. Ga je ervoor? Ik kan niet anders. Wat is dit? Ja, jom. Een boek. Hé, zon! Oké, hij is ten einde. Wacht, hé. Maar ik kom er ook aan, denk ik. Oh, je bent eigenlijk veel te groot voor die attractie. Ja, ik ben er. Ja, nee, ik niet, wacht. Oh man, je zult dat hier moeten filmen. Ongelooflijk. Oké. Met mijn hoofd, met tegen. Dat is het dan. Oei, oei, trapje. Oh, kind en neus is weer vertrokken. Oh, ongelooflijk. Oh, Jeffrey, joh. Oh, wat was dat een avontuur, zeg. Wel leuk, hè? We banden ons in Afrika. Man, man, man. Oké, wat gaan we doen? Wil jij op de Black Mamba of gaan we eten? Ja. Ja. Ja, hij zegt ja, maar ik heb nu nog geen antwoord. Ik wil onze plek van. Aha dan. Jeffrey had hier iets gevonden, hè? Ja, een potrist. Ja, en hij is juist op de Black Mamba geweest. Dat is goed, hè? Was het goed? Nieuw wiel erop en in de wacht werken de geluidjes terug. Wauw, heb je last gehad van een maagje of zo? Nee. Mensen, smakelijk. Jeffrey, smakelijk. Dankjewel. Hakuna Matata. Zeg ze. Hakuna Matata, we kunnen ook geen zorgen. Nee. Zalig. Lekker.
Jeffrey Jong, wat vonden we van de dag? Ah, hey. Fantastisch. Ja, hé. Die roe tekort. Dat is waar. En het leuke is dat Fantasialand, je hoort hier de muziek die daar wordt afgespeeld op de toren. Het valt niet goed te zien, helaas. Maar we zijn hier nu in Kluchheim. En je hoort gewoon de muziek die wordt afgespeeld op de toren. Dat is toch ongelooflijk. In welk park heb je dat? Nee. Jeffrey Jong. Hey, hey. Zit erop. Gewoon een race. Jammer eigenlijk. Ja? Het was echt een fantastische dag. Absoluut. Niet veel volk. Een nooit van heel veel attracties. Een leuke hapjes gedaan. Ja. Als heen. Dat is waar. Heel veel gelachen en plezier, maar belangrijk. Dat is zeker. En ook een mooie show gezien. Trouwens, twee. Maar ja, de twee niet echt. Ja, nee, maar de andere, de vuurshow. Ja, de vuurshow wel. Dus, voor de twee waren we te laat. Ja, maar de andere show hebben we ook gezien in het park. De parkshow ja. Eigenlijk. Hè. Ja. Die was heel leuk. En ja, eigenlijk ook een fantastische ervaring. Dat park is altijd top. En we kunnen dat niet overdoen, dat is al zo. Maar ik vind Kluchheim toch wel nog een van de beste. Ja. In de stad. Ja, ja, maar... Vlaai heb ik wel iets meer verwachting van gehad dan hetgeen wat dat was. Ja, maar ja, uiteindelijk is Vlaai ook niet slecht. Nee. Zeker niet. Zeker maar het is niet mijn dada. Ik heb liever daarom. Je moet ervoor zijn gewoon. Dat ja. Is gewoon... Ik vind daarom veel beter gethematiseerd dan Fly. Absoluut akkoord, ja. Maar ja, goed. Het is zeker. Ze zijn echt... Maar Fly is toch wel weer beter belicht dan Kluchheim. Ja. En ik wil nog iets zeggen. Ja? Het eten, dus bij het laatste bezoek geweest, was een beetje tegengevallen het laatste bezoek, maar dat de ervaring minder was. Ja? Maar ik heb wel... Ik merk nu dat het op heel veel plaatsen enorm verbeterd is. Het was echt super lekker. Ik heb daar geen enkele opmerking mee. Alles wat ik eigenlijk gegeten heb, was lekker, kwalitatief in orde. Mm. Er is kwaliteit dik in orde, niks op aan te maken. Nee, het was niet duur, hè? Nee. We hebben daar rijst gegeten. Ja, 6,5 euro voor zo'n pot rijst. Dat is echt niet veel geld. Nee, het is lekker eigenlijk ook. Ja. Nee, het eten is enorm verbeterd hier in Fantasialand. Dat is zeker. Er zijn veel parken die daar kunnen van leren. Ja, ja. De Efteling, Plopsaland. Zelfs Europa Park zou er nog iets kunnen van leren. Ja. Eigenlijk is Fantasialand op dat gebied wel een voorloper. Ja. Vorig jaar was ik hier geweest en dan kon je zo aan dat punt, bovenaan de Chiapas. Ja. En ja, heb je een horecapuntje en dat waren vroeger hamburgers met frieten. Ja. Dat was die hamburgers dat ze die maakten, dat was niet te eten, dat was verschrikkelijk. Ja, ik vond dat nog zo van, maar ja, goed. Ja. Zijn iedereen zijn mening. Blijkbaar nog klachten over gehad, want heel zo'n concept is nu veranderd in thema eigenlijk. In Mexicaans, hè? Ja. Ja. En dat is veel beter. Ja, voilà. Ik heb het niet geproefd, maar ik denk dat het is echt wel. Goed, andere mensen zijn die zin hebben om naar Fantasialand te gaan en een culinair uitstapje te doen. Dat kan. Zeker, ja. Want er zijn ook veel restaurantjes dat we nog niet gedaan hebben. Ik kan hier nog nooit gaan eten hier in Kluchheim en blijkbaar is het vrij lekker hier. Ja. Er is nog iets dat ik nog niet gedaan heb. Restaurant Uurwerkers vindt dat ook heel lekker is. Dus daarmee dat ik het wel zeg, van er zijn parken die veel kunnen leren van Fantasialand op gebied van eten. Van eten zijn ze echt... Ik hoor een show en beleving, je zegt zuur. Ja. Maar gelijk Toverland is ook goed van eten. Ja. Ik ben vorig jaar veel naar Toverland geweest. Ik had daar een abonnement. Ik moet eerlijk zijn. Nee. De frietjes in Toverland, dat zijn de beste dat ik al ooit gegeten heb in een pretpark. Echt waar. Er zijn bepaalde plaatsen. Maar ik, Toverland net ook goed weten. Ja, ik ga daar geen naam over noemen. Goed, ik vrees om eerlijk te zijn dat de show er niet meer had inzitten op het kasteel. We waren te laat. Maar goed. Dat is omdat je nog een keer zou terugkeren, hè. Dat is zo. Goed, mensen, het is een beetje donker. Jullie zien me niet, maar jullie horen me wel. En dat wil zeggen... Oh, ja, hier zo. Licht, yes. En dat wil zeggen dat de dag voorbij is. Ik wil jullie heel graag bedanken om te kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Zou ik zeggen, geef een duimpje omhoog. Deel deze video. Vond het fantastisch? Laat zeker een reactie naar wat je vond van de video. Altijd interessant om te weten wat de mensen vinden van de video's. Een beetje feedback, altijd fijn. En ik zou zeggen, tot de volgende, Jeffy. Het was fijn dat je erbij was. Zeer onverwacht, anders was ik hier alleen vandaag. Voilà, kijk, en dat zal altijd lukken met u. Absoluut. Voilà. Absoluut. Alleen is maar alleen, hè. Alleen is maar alleen. Dat was gezellig. Voilà. Ik zou zeggen, tot de volgende. Salutjes. Bye bye. Bye. Yo.